je bek, joh. Bullshit. Vorig jaar ben je altijd in al reed van het begin. Oh, zo! Ja, en dan, ja. Ga je natuurlijk niet te lui gaan. Oh! Ik heb het eerst, Bos. Zo stoppen we met het verwijt geduwd, waardoor ik ook weer moet. Jezus, een volle tank benzine, dat is wel een verschil, hoor. Poch! Ja, vlag de race maar af. Niet lezen komen, denk ik daar. Zeg je graag, maar je moet ook kunnen, toch? Hij vond de game alleen niet. De stewards gaat meteen naar boven. Nou komt die top op de speed, daar komt van Bartel. En hoppel even. Great work. That's a new fastest lap of the race. Dit morgen. Ik heb als ik het doe, dan echt gewoon alsof die auto wil uitbreken. Oh, okay, er gaat iemand hierbij. Ik heb mijn partij een flinke frame drops de hele tijd. Bloedirritant. Hey Joey, je kan iets meer de curb pakken bij die laatste. Corner cutting. Bij 3 krijg je een straf, of niet? Ja. Die bocht is toch echt anders hoor, de remmen. Ik was eigenlijk, heel erg aan het letten of ik nog DRS heb gedaan. En toen was ik niet meer aan het opletten of dat ik ook nog moest.
Oké, tweede corner cutting. Stop. dit gaat hard. Nog meer? Ja, je kan die eerste best veel nemen. Die tweede moet je niet nemen, maar de eerste kan je echt wel. Ja, de eerste kun je echt. Je kunt echt heel hard op de eerste, maar de tweede moet je niet afvallen. Dan telt dat wel als corner cutting. Ja, die wel. Die eerste kan je. Ja, die tweede wil je ook in de muur rammen. En die eerste niet zoveel. Iets voorzichtiger maar genomen. Hoe die vrouw is vechten. Rit die maar achter mij dan. Nee, bij mij niet. The force is strong in this one. Het voordeel is dat ze vechten houden ze een beetje vroeg op. Ja, dat is echt niet normaal. Als ik ook achter me kijk. Die duiken me net hier een beetje van mijn weg, hè, maar ik moet eigenlijk nu wel bijna koppelen. Die kon ik maar net ontwijken, zeg. Oh. Ja. Zit er? Nee, nog wat meer door. Volledig weg, maar. Je bent net naar de pit ziet op de motor. Ja, dus maar echt een ronde. Toch om niet naar mijn kast te gaan. Eén, de volgende keer dat het van de RS. Zuigen ze van me. A new strategy is available on the MFD. Ja, we hadden ooit nieuwe auto's nodig, want dan kon je beter racen. Got that, confirmed. Ah, ik mis eigenlijk kostuum. Dan moest ik echt heel erg in de binnenkant zitten. Netjes zitten. Ja, maar ik kon niet. Nee, net stikken. Goed, want anders had ik het ook niet gered met rem op jou. Toen kon ik wat chillen remmen zonder. Ja, ik zag een gat, ik denk dat ik, ja. Tuurlijk. Ja, dat zag ik, het gat is een ding. Ik ben een blijven man, toch? Ja, dat is.
Wat is dit nou, joh? Defending? Ja, defending, je ging gewoon vol van de baan af, joh. Als ik daar ingestuurd was, dan was mijn race voorbij geweest. Godverdomme. Ik begin mijn grip weer te raken. Dat ik al bij die chicane, dat zag ik veel aan de binnenkant. Heb bepaald de pitstop, Kos? Ja, ik kan niet nu zeggen waar ik ga. Nee, moet ik zeggen, ik kan het. Ja, cool. Van op dat laatste even, als ik naar binnen ga. Ja, maar ik bedoel, ik ga niet mijn strategie verklappen aan de rest hier. Ik bedoel, meer de persoon gewoon vooraan die heeft gewoon. Ja, precies. Dat doen Alves en ik altijd. Gaat er goed overleg. Ja, dat ik niet meer zien aankomen. Nee, ik had iets te veel. Ik had net al DRS op Enjoy. Ik ging net iets te hard. Ik denk dat ze die vader even niet duren. Voorin is het wel erg reet spannend, zeg. Is dat ik net dat ik bijna net geëlimineerd ben? Kut, godverdomme. Ik heb geen grip. Daarom ging ik maar naar binnen. Hey. Check your MFD for a new strategy option. Ja. Confirmed. Ik ga nu naar binnen. Ja. Iedereen moet naar binnen. Dus ik ga mee. Ja, ik zeg, ik zou maar gewoon meegaan. Om te wachten naar de pits. Het was echt een curse die ik net uitsprak, heb ik het idee. Ik had het erom. Dat heb daar al moeite met naar mijn gas gaan en nu opeens pakt hij zo hard uit dat ik hem moet pakken. Ik zag het ja, althans ik zag het op de kaart. Die Delta jongen, echt. Ja, sorry dan. Dat moet je in de reglementen veranderen, want dit zat in nee. Wat is er? De release van de volle vieren. Wat? Fucking hell. Ja, ik weet het niet. Ja, goede pitstop. Oh nee, ik moet houden! Oké, you only have to stop once now. One stop left. Goeie pitstop van mij, man. Wauw, ik heb echt heel veel massa. We're coming up to the safety car now. Do not pass it. You are the leader. Follow the safety car. Ja, ik baal er wel van. Ik had, ik was natuurlijk gecrashed in quali, dus ik had verse bandjes met de softs. Dat was wel lekker. Ja, maar gewoon omdat ik mijn bandje had erop en daardoor reed ik bij Niels en toen dacht ik ga naar binnen en toen kwam hij hier toen ik eruit ging. Ja, het is zeker vroeg. Ja. Ik wilde origineel pas ronde 17 naar binnen, maar... Ja, zoiets. Ja, weet je, dit moet je niet aan je voorbij laten gaan natuurlijk, een gratis pitstop. Alvis deed heel goed, want die hield op echt... Ik denk als hij in het echt zou die een nerveus race daarvoor driving unnecessarily slow. Ja, maar daar heeft Alvis mee geholpen, want daar zijn wat iemand langs en ik kon alleen maar aanrijden. Ja, daarom, maar hij liet het gat lekker lopen richting... Kan iemand even zeggen dat die safety car moet doorrijden? Ja, ik zweer je, mijn banden worden koud. Koos had ook een keer verraden en dan moet meteen alweer krijg je meteen Imola nog, hè? Imola, ja zeker weten. En die moet je nog terugkrijgen, misschien is dit wel het moment. Ja, dan naai je jezelf, dat is prima. Dat ik de bug ga opnieuw zo om hier voorbij te gaan. Die smash jongen bij de Amerika, hè? Maar je kreeg wel straf, hè? Nee. Ik kreeg straf. Jawel. Dubbele krijgt hem. Ja, maar dat is ervoor al. Nee, ja, daarvoor deed hij. Ik dacht hij al, maar toen dacht ik, bij het inhalen van mij dat zo en het inhalen van de safety car, dat was allemaal gewoon dat mocht allemaal. Ik heb hier toch wat door de cheese het is. Lekker dan eerst doen. Ja, dan had ik er gewoon afgetuigd. Kom op, safety car. Jezus man. Het leven onder de safety car, wat eigenlijk ook niet. Je hebt ook weer toe. Eigenlijk zou je na elke patch op de safety car race moeten doen. Om te kijken wat de beurs is. Ja. Dat is
zeggen, lazy boomer mag echt niet klagen, die rijden gewoon naar voren allemaal. Ja, daarom, ja, Alphys heeft me geholpen. Hoe is dat gebeurd dan? Ja, ik was dan naar binnen geweest en Alphys had ging, erop en ik kon gewoon door. Oh. Hij ging zo met het rondje daarvoor en dan zei hij, daar kwam ze met ja, heb je echt mazzel. Ja, goede timing. Ja. En Alphys ging... trok een grap, die trok een gat voor jou, om zeg maar dat ik denk op dit. Maar ja, daardoor gaf hij mij P2, want dan kon ik gewoon iedereen inhouden. Ja, hij ging van 9 naar 2 of zo. Ja. Ja, daar was ik ook. Force is strong, dat is gewoon. Ja, maar het scheelde, ik had een seconde, dus hij kwam er sowieso voorbij. Oké, de safety car is coming in this lap. Hey! We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car is. Ja, beter. Oh, Koos, wat zie ik nou? Rolfijtje engine. Nou, oprecht, hij gaat niet meer. Huh? Hij gaat voor geen. Je mag niet te dicht bij de safety car. Je mag niet te dicht bij de safety car. Je mag niet te dicht bij de safety car. Je mag niet te dicht bij de safety car. Het gaat om wat bij Formule 2 laat ook gebeuren. Green flag. Pak hem alvast! Ja, ik ga proberen. Pak hem! Andere rij, de rest duur. De grote Team Williams, hè? Dat ging niet, Koos hield me met z'n even. Ik zit bij Mercedes, want iedereen zit een target van back dit jaar, dus ik loop ook best wel in op de straat dat keer. Dat is één ding van mijn set op de lap. Nee, met Monaco zet ik ze, enjoy of. Denk het ja, ik weet niet, misschien moet ik gewoon het verkeerde aangeklikken. Canada, ja. Overal. Als je Monaco zet, dan zou je wel aan de weg vast verblijven. Ja, dat is het wel. Uitkijken, want Koos denkt dat ik hem raakte. Ja, net als jij mij net bijna raakt, bedoel je? Wat bedoel je? Ja, maar... Hey, ik was net overeen. Ik ben ongelukkig. Tot daar in één keer aan. En dan gaat die boomer, zit aan de binnenkant. Ik hield ruimte, maar niet heel veel, want ik heb niet cadeau. Ja, maar tikje aan die voorvleugels en dat is al meer dan genoeg. Ik vind het nog redelijk licht, dus het was een beetje. Ja, maar ik voel het heel licht, ik snap wat je bedoelt al. De stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Oh, musicians. Dat is hoe we dat doen. Zoveel overspeed doen dat er natuurlijk op kan, jullie hebben allemaal niet zo'n goede exit. Nee. Wat de fuck was dat? Ja, dat was in één keer. Enjoy die lag in één keer achter ons. Ja, sorry, mijn game die minimized ineens. Ah, dat is kut. Ja, je kwam er letterlijk voor me in één keer. Nee, ik weet niet of je snel raakt of nee. Dus ik drukte heel snel nog op start zodat hij wel automatisch door zou rijden. Ja. Je neemt automatisch op pauze als je het niet meer zit. Weet niet meer. Ja, volgens mij kan je invloed uit je controle sturen of iets voor je stoppen. The force is strong in this one.
zuur lift ineens mee. Niels, oh, ja, Niels de voorvleugel. De linkerkant ligt eraf. Op de slots. Ja. Ah, ik kan gewoon rekening mee wat er voor mij gebeurt. Nee, ik kreeg het niet fout, maar het was meer, ik had niet verwacht dat het zo traag zou gaan. Ja, jij ging veel harder erin. Maar ik heb wel taaie rondes rijden, dat heb ik ook wel gedaan. Ik zit even naar iets anders te kijken, dat is niet voor je moment. De bocht in, dan kom je zo snel dicht bij de Ferrari. Ik heb ook de DRS op die smash. Yep. Lekker spijtig terug. We zullen even aan het rally rijden ondertussen. Dat is voldoende gespaard bij jou.
zweep me helemaal te pletten. Ja, het is meer dan gewoon de temperatuur in deze kamer. Zit het goed in de flow? Dat zie ik, jullie rijden aardig synchroon, alleen die eerste bocht nog niet. Ik merk dat ik echt, omdat ik nu zo ver van de rest af zit, dat ik gewoon de rest mis. Dat ik daar gewoon, ik kom wel in de bocht, kom wel dichterbij, maar... Of verlies ik toch een stuk over het rechte stuk of niet, helemaal. Kleine touche met de wand. Hey, je bent champion of niet, hè? Dat ben ik niet. Ja, Gran Turismo 7, maar... ben ik even voorbij gesproken. Illegal overtake. Ja. Oh, ja. Ja. Ik heb Jeff van hier gehoord en daar hebben we weer voor klaar. Nou, zo had ik hem nog niet geplicht. Dat snap ik. Ik vond je al erg hard gaan door die bocht. Ik dacht, nou, dat het allemaal goed gaat. Ja, dan ga je overcompenseren, hè? Maar het ging net goed. Ja, oh, shit! Dat was wel een foutje. Dan schoot ik een beetje rechtdoor. Het zijn equal cars, hè, nerd? Ja, ze staan allemaal gelijk. Ja, maar als ik het met de Williams doe, is het niet zo gek om een Mercedes te kras maken. Je moet jezelf maar gewoon een Latifi. Ik denk je heel dat wat je doet. Vandaar dat die Williams zo hard gaat voor Canada. Ja, dat moet je maken. Nee, die jongen ligt met een paar rondjes lekker in de vakken. In de wall of Latifi. I'm the first challenger of all. En daar is Stroll de pineut. Oh, dat gaat over is! Hey. Okay, clear. Wat gebeurt er? Spin. Caution, the virtual safety car has just been deployed due to a build-up of debris on the track. Doe dan gewoon even een normale safety car, joh, klootzak. Ja, echt hè? Ik heb net gepit. Oké. Iets te vroeg op het gas. Jij nog wel te gaan, ja, voorvleugel er wel aan. Heb je het nu warm, Alphys? Speed, our delta is too low, and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Ik kan niet meer op jouw rempunt te rijden. Ik kan niet gewoon in vrije lucht rijden. Dat wel. Het is wel echt een heel andere manier van racen. Ik was net ook heen, dat zat ik achter mensen en dan rij je toch anders. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Ga je nog groen of... Ja, dat heb ik wel de 18e verloren, want ik wil het eigenlijk niet. Kijk, dat ik er zo op het rechte stuk, anders ga je zoveel te hard. Dan doet die delta zo te lang. Ah, spijt. Niks aan te doen. It's racing. Maar de race is nog jong, hè, Alphys? Er is nog niks verloren. Ja. Zijn er nog bewegen? Nee, nog 10 rondjes tot de helft. Dus,
me nog niet eens allemaal bewegen. Nee, hey, Wolf heeft net eens de helft. We zitten nog maar op ronde 23. Jeff, you're racing the car behind that car. Yeah, Jeff, I'm racing. New strategy is available on the MFD. Copy. Oh nee! Jammer smash. Wat? Hij heeft een vrachtwagen. The force is strong in this one. Dankjewel voor die follow. Precies. Te langzaam aan de weg glijden.
leading our teammate by 21.4 seconds. En valt het zitten mee, Niels? Of je staat alleen op de rechte stukken dat je veel sneller zijn? Hij is in ieder geval wel, hij is wel te rijden, maar hij, ja, ik voel gewoon dat ik in sommige bochten gewoon niet, die kan niet goed aanvallen. Ik zie dat ik veel tijd pak in de bochten. Hij is in ieder geval niet heel onstabiel, dat scheelt weer. Ik had het op Bahrein die verkeerd is zitten, en dan liep je helemaal verkeerd af. Oh ja, die race ken ik nog wel. Dan had ik dat ook, dan was alleen maar glijden. Ik heb ook wel een beetje kut, ik heb schade gedaan, toen denk ik automatisch de pissoffertje accepteren. Alleen ik vind het niet zo goed. Achteraf heb ik dat liever niet gehad. Je kunt het toch altijd aanpassen voordat je de pitch ingaat? Jawel, maar het is beter dat ik het niet door had. Ik dacht, ik had schade, ik klik er gewoon meteen accepteren. Ik dacht, dat zal wel goed zijn. Alleen dan gaat hij brood. Ja, ik moet nu ook wel weer naar binnen, want die banden die gaan gewoon... Die gaan gewoon te snel kapot. Dus. Ja. Ik zit nu gewoon vast in deze strategie. Voor mij zijn er ook wel aardig aan. Oh, kijk voor dat op. Ik zit onder en onder voor de 70 markers. Zo.
Zo, het is echt een raket op het rechte stukje. Huh? Dat heb ik dan ook mee zitten. Maak iets aan. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. It's all pijnlijk, dan. Ik heb gewoon mijn bandjes aan de stukken, of niet meer. Ronde, maar ik bedoel meer van je probeert die DRS nog te hebben, maar ik remde hem. Oh ja, je had hem net daar inderdaad. Ja, ik remde nog iets, anders had ik hem. Leert van mijn Battles of Jedi ooit met Smash. Niet hard gaan, Niels. Je krijgt geen DRS te pakken. Goed, fuck. Zal ik inhouden. Oh, ik raakte daar even het gas aan, aan de buitenkant. Ging bijna. Jezus Christus! Ja, ik stond daar stil, dus ik was in de muur. Ja, dan wist ik weer terug op de racelijn. Ik dacht juist, ik ga pas naar de eerste kant. Ja, ik stond daar al stil, dus toen deed ik maar reset, want dan kon ik tenminste weg, maar anders stond ik ook op de racelijn. Het is al de tweede keer dat ik een hard aanval heb gekregen vandaag. Ja, ik dacht in die, ik denk mijn nieuw bandje moet wel lukken, maar... Wat goed voor je cardiovasculaire health. Ja, precies. De eerste was het dan een, op precies dezelfde plek, die stond onder het was. Maak green flag. Nou, was ik echt net voordat ik daar langs kwam, stond ik een keer weer midden op de raceplein. Ik was van voor, alles in orde. Volgens nog wel. Showstopper die spin net ofzo, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik sta nu daardoor 6 seconden los. Ah, oké, 6 seconden los, prima. Ik voel dat toch wel weer tijd voor een safety. Ja, die bandjes beginnen wel behoorlijk versleten te raken hoor. Ze zijn natuurlijk ook allemaal eerder naar binnen gegaan door de safety car. Ja, middag Nepper. Wow. Ja. De zon ligt ervoor. Ik heb DRS. De rest geldt voor allebei de stukken. Een poosje meeliften op Alphen's succes. Maar dat zit wel niet meer in. Alhoewel.
Showstopper. Gaat wel goed, alleen is het helemaal kapot, man. Oké. Ik dacht alleen, wat is hier nu nog toch? Oh, dus Ferrari 1-2 kwam nog steeds. Ja, dat zou amazing zijn, Alvis. Dat is onze eerste 1-2 ooit, denk ik dan, hè? Maar laten we het even afkloppen. Ik wou het zeggen, laten we even afkloppen, daarom ik zeg het ook. Ik kan me herinneren dat jullie heel vroeger wel eens 17, 18. Ja, ik denk de eerste seizoen dat we dit deden. Ja. Nee, we hebben wel 2 en 3 gehad, maar dat was caps ongenaakbaar. Oh ja, makes sense, ja. Ja, zeker weten. Kijk, Toto dit wat niet dan jongen, je bent tech. Goedemiddag Sabrina. Ik heb wel een douche nodig hierna. Zo, anders ook wel. Kan je nog wel zeggen, ja. Yes. Wat zijn de weersvoorspellingen voor vanavond? Droog, dacht ik. Oké. Ik prima het weer vanavond. Ik hoop dat ik daar een hemeltje doen. Hemeltje doen. Ja, dat is een moeilijk woord, hè? Ja, Hamilton is lastig, hè? Dat nee, maar Hamiltontje, dat is moeilijk. Dat is hetzelfde als dat je badminton gaat verkleinen. Op zijn Braziliërs, dan. Dat hij daar deed. En we gaan het zien. Ik heb er zin in. En het voordeel is wel van dat we nu al de race rijden, dat ik vanavond gewoon lekker een biertje kan drinken bij de race. Dat vind ik altijd zo kut. Nou, we hebben gezien wat er gebeurt bij Imola dan. Daarom, dus dikke prima als je gaat zitten. Ja, nee, laten we dat niet herhalen. Volgende week op Baku gewoon drinken. Baku, ik heb zin in Baku, man. Ja, leuk. Ik had op een gegeven moment had ik hem wel goed smaak te pakken daar ook. Voordat ik hier showstop verschrikkelijk hard in de weg ga. Gewoon je eer en geweten. Je strijdt voor een plek. Ik ga sowieso niet voorbij laten, begrijp ik. Oké, dankjewel. Ik kan het ook extra hard doen. Ik heb een tof Destiny pakket. Zo hoor ik ook. Dan denk je dat het voorbij is, dan kom ik in één keer weer terug. Zo'n duivel, joh. Stoel was voor een kijker, hè, maar ze koos het gewoon de alterkant gebruikt op Twitter. Maar oprecht, wees voorzichtig, ik heb echt geen zin in een safety car. Ik bedoel, het gaat eigenlijk een keertje lekker. Ik zou echt hopen, bidden voor een safety car. Ja, dan ga ik janken. Ja, dat zou ik echt zo lekker vinden als we nu een safety car gewoon. Ja? Ja? Gewoon echt nee, alsjeblieft niet. Echt alsjeblieft niet, zeg. Weet je, ik maak bijna nooit kans op winst in F1. Echt bijna nooit. En ik heb ook dingen meegemaakt hoor. Ik was ook op een gegeven moment gebeurde reed ook veel te los. Ik was ook een beetje. Ja, nee, I know. Trust me, I know. Maar het punt is dat jij altijd wel in de mix zit voor podium of winst. Ik eigenlijk niet. Ja, super sweaty ben ik. Oh my god. Push hard on the in-lab. Ben je alweer naar binnen geweest, of niet? Nee, nog niet. 40% wel op mijn softs, maar ze rijden nog best wel lekker. Dus, Ja, heb ik ook. Ja, je merkt het soms wel, maar... Jeff vindt het niet meer verantwoord om met deze band door te rijden. Het is toch zijn laatste seizoen. Negeer hem. Ja, hij heeft niks meer te zeggen, joh. Hierna nog één race. Dus, Precies. Op zaten met die gast. Hij had wel gelijk.
Alvis, ik ga nu naar binnen. Prima. Kuste eventjes de muur. Nee, ik heb hier geen ventilator. Dan word ik echt, dan krijg ik keelpijn van, dan word ik ziek. Ja, what's up, Homelan? Complete, go now. Niet redden, zo. Oh, pit zal weer pit strategy complete. See these tires through to the end now. Lijkt ook een jager veel op een 1-2 voor. Ja, maar eigenlijk is het wel Ferrari eigenlijk nog een strategie feitje. Ja, ik wou dat zeggen. Don't jinx it, man. No, 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 out, out, out. What are you doing? Ik zit al de hele race bij mijn timer. Maar dan is het wel een redelijk snelle stop hier, hoor. Ja, het is een hele snelle stop hier. Het is echt maar, je bent echt maar iets van 40 seconden kwijt of zo. Maar dan komt met je stek. Je snijdt die hele eerste bochtensectie af. En je sluit de hele laatste opdracht. Ja, dat is cool. Ja, nou moet ik even voorzichtig rijden, dan kan ik de finish op deze kant. Nu je net op de medium bent te rijden, dan moet je de macht hebben. Ja, maar ik durf niet de muren rijden, de eerste ronde. Ja, zoals ik denk, dan moet ik nou een pit stoppen en dan vol de muur in. Ja. Hele race weg. De baan wordt niet heel veel sneller ofzo, want ik heb die snelste ronde voor mij die komt echt al van, nou, ik weet niet hoeveel ronde geleden, echt toen ik net gecrashed was in ronde 17 of 18 ofzo, toen ik met een softstick. Ik ga gewoon in de slip zitten. Van Pieterkos. Oké. Okay. Oh, de banden stonden niet klaar. Ik ben in town. Wat was er? Ja, niks. Laat maar. Ja, dat was moeilijk van naar links te gaan, omdat ik de pits. Oh, ik hoorde in één keer een lichte paniek in je stem. Ja, dat was paniek. Ja, niks. Laat maar. Het is nu helemaal zo. Niks aan te doen. Ik ben nu aan het battlen met Showstop, maar ik weet, ik kom nog een keer naar binnen, dus het heeft eigenlijk niet heel erg leuk. Als je maar niet crasht. Leuk is het wel. Dude, Showstopper die heeft de pressure de hele tijd erop gehad bij mij, he. Niet normaal. We hebben, ik denk, oprecht 30 rondjes. Oei, daar gaat die safety car, jongens, daar komt hij. Ah, dat meen je. Daar is hij. Your delta is negative, which means you are too fast. Ja, ik had het kunnen weten. Godverdomme. Het was mijn rondje naar binnen. Oh, ik raak net de pit ik ga wel de pit in, dus maar een beetje. Ik zou hem zo laten. Ja, dus, ja, nee, maar je zit genoeg tijd tussen. Nee, ja, dat is gewoon nog. Mag niet. Verdomme. Ah, Boemer, jij zit ook bij de smash, of niet? Ja. Ik zei smash ook, toen kwam ik door die bocht. Het zag ik even niet op te letten. Het ging net op. Op, ga weg, ga weg, ga weg. Ja, precies. Precies. Safety car, you're leading, so don't pass it. Stay behind the safety car. Laat hem op, jongens, race, ik wil niet exit. En nu rij je op soft, ja, ik rij op soft, ja. Ja, maar gaan ook rijden. Ah, smash, wat ben je lul, klootzak. Godverdomme, man. Ik had geen gele. Ik had geen gele banden meer, omdat ik in het begin al terug op geel was geschakeld. Oh ja. Het zegt erbij, Alvist, moet het wel redelijk in de buurt komen, ook bij uitrijden.
Of het rijdt redelijk hard op die mediums, moet ik zeggen. Ja, de mediums vind ik is een fijne regel voor. Ik wou zeggen, hier zijn mediums prima hoor. Hoe moet die even een week in afval? Die heeft gewoon weer een gratis pistool. Prima. Ik heb ook door die World Champions door mijn eigen fout op de muur ging een extra pistool moeten maken. Dus... Ja, maar dat is eigenlijk ook even. Fout. Tuurlijk, dus het is goed even. Ik reed de hele race achter de feiten aan en rijd ik gewoon weer. Ja. Ik reed heel het vooraan en nu achteraan. Dus... Of is 23 rondjes op soft? Nee, verhaalt geen medium meer. Oh. Nee, dat had ze gebruikt. Ja, ze, die waren al op, zaten al op de toegelaten percentage. Dus die kon ik niet pakken. Ja, en om dan tot langer door te hebben, de set die je eronder had, is ook weer iets. Ja, maar ik weet naar het einde toe, als je ergens vast ziet. Die pitstop is zo snel dat je nog eigenlijk op het einde op rood kunt terugschakelen, omdat die anderen allemaal op geel zitten. Ik heb het gehad bij skate al 3 keer tot toe dat ik op het einde rap nog een pitstop maak met rode banden. En dan kun je echt wel uitrijden en dan kun je knallen. En waar het op neer komt is dat hij gaat dus alle vier gewoon keihard voorbij. Ik heb al 2 keer toegehad dat ik een gat van 18 seconden heb kunnen dichtrijden zonder dat iemand een pitstop heeft gemaakt. Ja, met die rode ben je wel heel snel hierin uit. Maar iemand was gecrashed bedoel je? Ja, en ik stond op een gegeven moment, maar die pitstop stond ik voor mij 15 seconden achter het hele veld en nu rijd ik van niks meer. Ja, je staat er goed voor nu man. Goed, de nieuwste bandjes een beetje, wat ik ook samen met anderen heb achter. Van 20 rond op de rood moet gaan lukken. Jawel. Ga je op het einde iets meer opletten maken. En anders kan je altijd nog zeggen als er iets gebeurt, weet je, je weet die nood. Safety car is in this lap. Ik heb net ook 22 op 23 op rood gedaan. Je wilt niet op de Delta, ja. Ja, dat is die... Als de safety car nog in de buurt is, dan kun je die vol vastgeven. Nee, oké, maar waarom kan het helemaal voor me op en op? Ja, die kan dus goed ook niet vol vastgeven. Het ligt een beetje aan op welk punt van het circuit je bent. Soms dan, als je in de tractie zonder zit, dan worden die gezet. Zelfs. Oké, let's go. You're racing again. Is 2.8 seconds. Boogity. Is het nog tegenspannend? Maar niet. Kijken. Oh, en nu komt die standaard zet hem van pas hè, met de rocket chip. Oh boy. Ja, dat komt iedere keer. Ja, ik heb geen DRS, dat helpt me. Heb je al plaatsen goed gemaakt, Alvest? Nee, nog niet. Oh, stikte, dat komt vanzelf naar me. Hem, Matthijs, of niet? Zeg, die enjoy your news, die gekke, die... Matthijs, je raakt hier niet, hè? Nee, het ging ook echt net, zeg maar. Het was echt heel veel. Maar ik wist, ik heb nieuwere banden dan jij, dus... Dat was even klein, hè? Zo, daar schiet ik bijna mijn broek vol. Dat is bijna, ik heb een nieuwe lijn nodig. Nou, 20 rondjes. Lekker.
teleporteren. Zo. DRS is now enabled. En laat het wel erg over. Heeft wel betere tractie, dat zal wel volgens de tractie. Zo, dat was flink gras, maar ik ging al een stukje over het gras heen. Ja, jij dacht nou, jongens. Probeer er aan de kras. Even kijken bij anderen. Ja, dat wel. Een rare bocht. Oh, snap ook ineens waar iedereen zijn gevolg uit. Of zijn kwaliteit. Ik voelde wel iets voor een duikel. Ja, vreselijk ook. Oh, weet je, als je alleen maar al doet alsof je het op de tent gaat doen. Mooi, bij iemand hoor je echt gewoon dat hij de DRS aangooit. Een plekje in voor een Niels, zei je echt zeuren op speed aan mij. Wat zat ik hiervoor? Die Alfa volg mij gewoon, hè? Niels, oh. Green flag. Ja, maar zo stoppen een remfout maakte. Als hij dan al is, het allemaal vieze lucht te verspreiden voor mij. Dat is goed, hè. Duitse lucht, hè? Lekker man, hè? Niet te vertrouwen. Ja, is de deur wel laten invullen? Ja, ja, heeft het. Wel emotie hoor, Smits. Hé, heeft hem! Hey. Hey. Een oorlapje. Yo, hey! Oh nee. Hij doet het gewoon! Hij doet het gewoon! Hier komt Niels, rechts, en, oké, okay, the car behind is catching you by 5 tenths a lap. 5 tenths. Touché. Ze houden het relatief netjes. Dan zou ik daar op de baan. Mijn klitsje koos. Ik zal ze even weer de schalvis weer te pakken. Ja, ja dat kan. Sorry, al is de ook in gekozen. Ja, ik heb schade. Op het rechte stuk.
Nee. Het is te clean. Wel laten rijden nu. Ik weet niet wat er nu gebeurt. Hij heeft het niet. Ja. Dan. Ik heb het gevoel dat Niels niet voor niks van de dag moet zijn. Ah, ik moet niet naar godverdomme. Sorry. Slow down before hitting the corners. We don't want to get a penalty. You've been awarded a time penalty for that last incident. Gas mij. Je hoeft niet hard te weer om naar beneden te kijken naar de andere acties. Ja. Maar wel kozen we zo voor. Ja, dat is inderdaad. En dan een manager. Oh, dit is heel. Pitstops die hier zijn. Het is de snelste manier om buiten te komen, blijkbaar. Dat zie je wel, ja. We're leading our teammate by 22.5 seconds. Ja, ik ben niet nergens, want ik vind hem nog heel lang hier. Ja, doe maar wat. Nu, ik ben nog eens bezig. En nog een bakkel. Ik kan mij dat even brengen. Oké, wat Alves voor tijden kan rijden. Managing your tires. Manage your tires. Oh.
ruimte is. Oh, hou het nou clean. Nee, ja, dat is niet waar, hè? Jongens, Jezus! Ze snijden af en ze blokkeren me beide zo hard. Weet je zelf eens? Stuart, kijk er naar. Ja, ja, ja. Ik vind het safe drive. Ik doe zo erg mijn best niet verwikkeld op de baan. Dat weet ik. Dat had ik ook. Daardoor kwam je een beetje onveilig de baan op. Ja, nou ja, watch out voor incoming traffic. Ja bro, ik zat op je pumper toen je dat deed, dus had geen waaier kunnen zijn. Alleen de mensen die aan het ritsen zijn, dan wat ruimte hier. Ritsen. Beetje speciaal. Of die ritsjes. Kijk. Dan ga ik niet voor risico, alleen maar te laag hebben. Hoeft ook niet meer. Ik voel dat Tanner zich nog zo ver naar voren rijdt, dat ik gewoon weer echt in de Mercedes gestuurd. Wilde die wannabe Perez'en verpokken? En John? Ja, Perez had toch iets gezegd over van dat Max de Messi van de autosport was en dat hij dan de Ronaldo was. Nee, dat is hij niet. Hij is meer hier de maar... Gaat wel heel snel in de bol zitten, zeg. Heeft hij dat gezegd, joh? Ja, dat is goed gezegd. Ja, hij zit dus niet Noah Lang, weet je. Ik denk dat je goed bent, maar eigenlijk stel maar niks voor. Eén keer Monaco, what it does to a person. Ja, dat is wel fijn, moet ik zeggen. Jongen, die jongens zitten volgens mij eens weer in. Eén keer Monaco, dat hij zelf een keizer is. Nou, hij was wel heel goed hoor. Hij was gewoon dat weekend was hij gewoon heel goed, terecht ook. Ja, dat was wel een beetje geluk. Ja. Heeft Max Verstappen geluk omdat hij wereldkampioen is? Of is dat weer iets anders? Oh, dat is weer iets anders. Oké. Nee, ik check het even. Nee, dat soort dingen mag ik niet meer elkaar voor eigen gekozen. Nee, daarom. Dat is meer gelukt, toch? Lewis had altijd gewoon een goede auto, dan is één keer een kutauto en dan kan hij ineens niet meer. Ja, maar die auto ligt hem gewoon niet. Net zoals die auto ook Max Verstappen niet zo heel goed ligt. Beter voor Perez, zeg maar. Dit is minder Max een auto dan vorig jaar. Vorig jaar kon hij hem echt gewoon erin gooien. En nu moet je gewoon geduldig zijn met die auto. Dat misschien is hij ook minder agressief omdat hij het gewoon niet durft met deze auto, hè? Of hij is gewoon volwassen geworden. Dat kan. Het is voor ons slechts gissen, maar ik bedoel, het zijn allemaal dingen die mee kunnen spelen. Max wil wel winnen, maar Max goal was kampioen worden, dat is hem gelukt. Dus waarom nu alle risico nemen? Ja, nu is het nu beter. En nu worden er nog wel een keer, als Ferrari zo blijft. Dus, Laten we het hopen, man. Maar het is een super spannend seizoen in ieder geval. Dat is wel super vet seizoen. Ik hoop gewoon weer dat Ferrari wel weer een beetje terug moet komen. In ieder geval, weet je, het niveau van Ferrari is nu wel redelijk, maar het is meer ook dat ze gewoon niet zo vaak meer gaan uitvallen. Ja, maar En ik gun, Sainz ook wel wat iets meer succes. Ja, maar toch, ik vind wel vaak dat Sainz, als hij op het moment dat op zo'n plek staat, dat hij iets zou kunnen doen, dat het dan... Ja, zeker. Enjoy, was je het speed onder de yellow sector? Oh. 10 seconden penalty. Ja, dus je moet zo'n gas over weer show. Voorlopig is Enjoy. Je ziet achter me allemaal mensen met penalty's, maar Enjoy is er niet even. Nee. Dat waar ook, daar moet niet even nagelopen. Nee, Joe hoeft helemaal niet te pushen. Ja, wel verband. Aangesloten. Oh, ik zie het al, dan in die campagne. Tweede te pakken. Ja, mijn laserboomer zit ook nog wel aardig op een meter rijden, helaas. Ja, ik was er ineens weer. Ik wil drie seconden meer. Ja, dat wel, dat toch. Ik hoef hem alleen in een fout te drijven. Ik teammate behind is 16. Ja, ik hoop dat Enjoy een beetje op als Enjoy verdoet wat showstopper en zo deden, spinnen, dan...
Had jij dat nou goed? ik ben toch aan het kijken voor de meeste punten, dus dat is interessant. Ik lees dat net. Nee, ja, ik heb denk ik vloerschade van die eerste spin en daardoor ga je dan overdrive. Zit er op reduced damage of niet? Ja, mag het wel. Ja, dan heb je alleen front wing damage, ja. Maar niet dan is het niet goed gefixt, want... Wat kun je bij reduced damage alleen front wing damage krijgen? Of je band eraf natuurlijk. We're catching the car ahead, but be aware that these tires will last till the end of the race. Als je dan nu een boostraad krijgt, dan kun je dan nog niet meer repareren. Dus gewoon... Ben je ook gewoon meteen net goed afschuiven. Nou, nu heb ik een 70k nodig, meer dan ooit. Ja, doe maar niet hoor. Voor mij mag het nu ook. Zorg dat het over 3 ronden komt en dat we dan uitrijden op de 70k. Die mag best. Die had ik ook totaal niet verwacht hoor. Holy shit! Ik zat er even te kijken, ik denk bij die achterkant. Ja, what the hell? Ja, lekker lekker. Ah, fuck. Ja, maar bro, hoe raakte hij mij niet? Hij ging echt niet met ons spelen. Ja, hij probeerde niet bij mij te ontwijken, maar dat eindigde in dan op de baan rijden. Nou zie ik Alves weer op het trekken. Ja, soldaten. En dat is de wet Alves versus Dallen, denk ik. Ik denk dat dat niet dat 5 dan voorbij kan gaan. Zij heeft een nieuwe shot zit. Ja, mijn teamgenoten uitschakelen. Ik weet niet wat ik vind, denk ik hoor. Ik zeg het volledig op de reden. Ik heb schade. De schade wel dan? Nee, ja, online wel. Ja. Ik zat op het 50 meter bordje te focussen in plaats van 100 meter. Oh, dat klopt. Ja, dat ging ja, het helemaal ja, goed. Ja, er is die vrienden hier. Ja, maar Thijs is out! 70k! Ah, rot op man! Wat is dit de hele tijd? Godverdomme! Je wordt er niet goed van, zeg. Jezus Christus. Ja, dit is, en ook echt gewoon de pitstraat gemist. Echt flikker op, man. Echt deze hele race door mijn neus geboord, man. Ja. Jongen. Ik heb ook geen softs. Ja, ik wel. Ik heb wel. Die waren in ieder geval 4%. Maar op zich word ik overgenuigd, want nu komen ze in mijn pitroom. Maar ik weet niet hoe vaak je gestopt bent, dus... Ja, ik weet, heb je nog wel pace, net als eerst of niet? Ik heb net mijn snelste rondje gereden. Oké. Ah jongens, dus 4 rondes voor het einde. Godverdomme, echt, wat een kutzooi, man. Helemaal voor, hoor. Nee, dat kan niet. Safe Sky. Oh. Oké, dan laat ik je straks... Je moet gewoon doorrijden. Ah fuck, ik heb een drive terug. Gewoon in beeld, dat ik echt mijn hele alles. Kut. Ik ben nog een delta. En die deltas, jongen. Was dat voor de safety car? Het gaat zo lang zijn om op. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ja, ik ben dat 2 races geleden ben ik er al zomaar uitgegooid. Omdat ik de safety car voorbij ging reglementair. Release. Ja, ik word ook altijd even nerveus als die safety car in beeld komt. Daar ben ik echt ziek van. Ja, ik ook man. Godverdomme joh.
want ik had het gat wat ik nodig had en nu is dat gat straks gewoon... Ja, ik vind het gewoon kut. Ik had echt een toprace. Heb je nog last van vloerschade? Sowieso kan nee, toch? Nee, ik weet niet wat het was. Want opeens kon ik gewoon niet meer goed dichtsturen. Terwijl ik niks te laat geraakt. Dus ik Michael, maar als je nou gewoon zegt, ga racen, nu, go. Ah, Michael, this is not right. Dit is zo not right. Ja, maar iedereen zit in hetzelfde rondje, dus als we allemaal aangesloten zijn, dan moet het kunnen. Niet aansluiten, want dat is het nadeel. Ik wil niet dat we aansluiten. Doorrijden, ja, maar doorrijden. Ja, maar daar heb ik, ja, maar qua tijd heb ik er niks aan, want dan is het gat te klein. Ga maar gewoon stilstaan, hoor, lege boemen, maakt niet uit. Ja, maar ik ga gewoon de safety car inhalen. Oh ja, maar dan drive toe, Angel. Ja. Maar wat gebeurt als je het blijft niet doet? Dan ben je gewoon gedisqualificeerd. Ja, en je moet hem doen na de 70 hoor. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Met mensen tegen je een nieuwe soft stick. Maak je breed, Niels, maak je breed. Ja. Je hebt toch de top speed. Dat is wel waar. In ieder geval erachter achter deze boek. Ja, dat is niet helemaal verneukt. En hij gaat ook nog 3 seconden meer dan mij, dus dat scheelt ook. Ja, waarom? Dat is het probleem. Tot nu toe. Als ik een foutje maak volgens mij, dan moet ik ook doen. Ja, maar ik had echt zoiets van, nou, ik verneuk mijn eigen race en dan komt het weer mijn kant op een beetje. Weet je, en dan helemaal weg. Dit kan die gaat op de show verschrikkelijk praten. Ah, man. Dat heeft hij al gezien, denk ik. Al één rondje worden, vrees ik. Ik weet dat het ook nieuw heeft, dus ja. Inderdaad, dat wordt niks dit. Maar dat kan ik amper naar binnen. Voor die ja, dat is inderdaad, ja. Ik had echt mazzel omdat ik de safety car moest inhalen. Daar heb ik geluk mee gehad. Toen heb ik zo hard mogelijk naar de pits gereden. Ik kon hem zeg maar net niet opvangen. Als ik zeg maar net een fiets eerder was geweest, dan had ik hem zeg maar al daar al op kunnen vangen. En ik zat echt letterlijk net een halve seconde voor Alvis of zo. Ja, ik zag het, ja. Ja, ik had... Ik kan nog weinig kut, maar ik heb mediums die misschien, die hebben ook gewoon wear. Die, ik weet niet of die minder of meer wear, maar die hebben sowieso niet veel. Let's make sure those tires are up to temperature. The force is strong on this one. Ja, the timing line. Stay up to temperature. Je moet je zo doen en dan heb je één rondje. Had mezelf een knife. Ja? Ja. Helaas, man. Dit voelt voor mij wel een beetje als... Als ik echt Lewis Hamilton in de laatste ronde. Echt, hè? Goed, stop, ik ga links zo, ja? Meest raar, zegt hij, hè? Uh-oh. En daar gaan ze. En ze zijn los! Oké, clear. Oh, touché! Touché! Joy, wat doe je hier trouwens? Je had toch een driver? Ja, nu ben je... Ja, die had ik nog niet. Ja, maar dat is safe code, de finish telt niet gewoon. Dus nu word je gedisqualificeerd. Nee, ik kan hem nu. Maar wanneer jij daar bent wel. Die gewoon cheat methodes gebruiken. Ja, maar vertrouwen Codemasters niet voor de... Nee, ja, nou, zo Codemasters nu ook niet vertrouwen. In het echt mag dat ook niet hoor. Je mag niet in het echt je druif pakken als je zit net naar binnen. Kan breed Niels. Kan het Niels, kom op! There's 5 laps of fuel remaining. Wat hij zegt, hij blijft links en links zit hij daar. Op show stoppen. Laatplekjes. Jonge best. Ja, het is 3 racing, hè? This is your final lap of the race. Wow! Ja. Ik zag hem tikken. Nee. Oh! Auw, auw. Wat er toch nog die gedroogd D2? Ik denk het wel. Ja, zeker afkloppen, ja. Ik wil wel even 3
jij verhaald is. Ja, dat gaat hem niet meer worden, dat kan ik je vertellen. Uh-oh. Tenzij Alphys ophoudt. En nog in deze league wil blijven. Doe het dan! Doe het! Doe het! Nee. Ik heb ook nog steeds drijfstuur achter mijn naam staan, ik heb het net gedaan. Heb je er twee? Ja, maar dat is omdat hij doorheen. Ik zei het tegen hem, maar jij zei het wijs. Je krijgt het niet. Ja, dit is wel echt zuur, man. Maar zal het dan nog een keer gaan? Kom een seconde tekort. Kut, sorry. God, bro. Oh jawel, het zal nog een puntje. Gefeliciteerd, Alphys. 6-2, jezus, iemand gaat naar buiten op de zetten. Alphys dacht, mijn race is over, ik moet nieuwe banden pakken. Nee, maar dit klopt ook niet. En ik wilde Alphys nog inhalen in de hoop dat ik een paar seconden goed kon rijden. Maar... Nee, dit komt echt niet eerlijk over. Bennekes, dit komt echt niet eerlijk over. Dit is heel zuur. Heel zuur! Dit is duur. Dat had nooit mogen gebeuren. Nooit. Oh, geen medelijden ook, die Alphys, hè? Geen medelijden. Ik heb lachen. We talk after. We talk het is, after. Het is de ronde, trouwens. Hamilton, yes. Max gewoon. Echt gewoon. Echt gedaan, hoor. Het is wel een 1-2 van Ferrari, maar deze klopt echt niet door die safety cars. No, Michael. Ja, dat racing, hè. Kan gebeuren. Dat is gewoon plan B, ja. Ik had het niet beter kunnen doen. Vettel dat bordje nog even verzetten. Ja. Goeie. Ik mis ook op een tiende. Ik had gewoon binnen als ik de koos op kunnen lezen. Nee, ik vond dat zo bizar in die bocht. Wat ik gas geef, stond hier stil.